Nou, kijk, om dat te zeggen moet je toch even terugkijken. Afgelopen jaar, 2022, de eerste helft, zijn we ontzettend hard gegroeid. En vervolgens is het logisch dat we in de tweede helft van het jaar die groei is gaan afzwakken. Ook omdat natuurlijk de koopkracht van de mensen werd aangetast door de hoge inflatie. Vervolgens was er redelijke vrees voor het recessiewoord. Mm-hmm. Nou, ik ben terug uit Davos. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben weer iets optimistischer daar vandaan gekomen over zowel de wereldeconomie als over de eurozone-economie. Ik denk dat er een redelijke kans is dat we voor beide een recessie zelfs weten te vermijden. Misschien geen recessie op de... Er is een kans. Hè? Ja. Dus nogmaals, een recessie is 2 kwartalen met negatieve groei. Zo definiëren we dat. Nou, in de eurozone hebben we nog geen enkel kwartaal met negatieve groei gehad tot dusverre. In Nederland wel, het 3e kwartaal. Maar goed, ik zag dat meer als een correctie op het wel heel uitbundige 2e kwartaal. Goed, dus in Nederland zou je ook het 4e kwartaal zouden we nog een klein minnetje kunnen hebben. Hoewel, in december heeft de consument ook wel heel behoorlijk het geld weer laten rollen. Maar nogmaals, dat moeten we zien. Maar als het een recessie wordt, dan wordt het een hele milde recessie. En eigenlijk niets om je echt druk over te maken. Want zoals ik al eerder heb gezegd, het startpunt van de Nederlandse economie is er één dat we eigenlijk oververhit zijn. Dus het startpunt is er één dat de totale activiteit in Nederland eigenlijk te hoog is. Dus het is wel goed, eventjes een beetje. Ja, en als we het in ieder geval van de inflatie af zouden willen, dan is enige afkoeling van de economie onvermijdelijk. Ja. Van de inflatie af zouden willen, ik denk dat er heel veel mensen... Dat willen we. Noodzaak is, want als je je boodschappen niet meer kan betalen...